Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de december reading doen voor de weegschaal. En ik begin met de favoriete rondjes, want die zeggen zo. Oeh, hij klapt al. Wauw, die zeggen zoveel. De weegschaal, december. Vanaf het moment dat je de reading kijkt of hoort, kan het zomaar gebeuren. En wat ik er altijd bij zeg, een reading kan uit stukjes bestaan die voor jou zijn. En stukjes die je niet herkent, die niet op je pad komen op dit moment, laat ze dan los. En niet elke reading kan de jouwe zijn. Kijk eens, nog eentje. De weegschaal, december. Oeh, ja, dat is hem. Die valt op de grond. Oké, een dekker. En van deze neem ik alleen de bovenste. Ze zijn zo flinterdun, die rondjes. Ja, deze kaarten wil ik erbij. Voor de weegschaal, voor december. Deze moet eruit. Als je nog geen abonnee bent, druk op de bel. En kijk in de videobeschrijving voor de mogelijkheden om mij te contacten. Voor een personal reading. Of om te bellen. Uiteraard kun je dat gewoon doen. En natuurlijk zijn er wel kosten aan verbonden. Deze moet eruit. De weegschaal, wikken en wegen. Ja, deze moet eruit. Oké, we gaan kijken. Ik ga beginnen met deze. Er is hier een weegschaal die misschien wat meer aandacht mag hebben voor het werk. Lijkt wel alsof je het een beetje... Er ligt heel veel werk. Maar op een of andere manier zie je eventjes niet meer wat prioriteit is. Dat is wat ik voel. Fan. Er komt een feestje. Kan ook zijn romantisch. Angst. Er is ergens angst. Dit is een hele nare kaart, een dolk. Het zou kunnen zijn dat iemand jou een mes in de rug probeert te steken. In het belang van diegene om iets zelf te krijgen. Dat is wat ik voel. Emotionele uitbarsting. Kijk nou, er is angst, er is angst. Deze kaart geeft ook al angst aan. Het lijkt wel alsof je al weet dat je op je hoede moet zijn voor iemand. Ja, dat is wat hier heel duidelijk ligt. Een beetje een spannende situatie, spanning, maar dan wel negatieve. Je bent op je hoede, het lijkt wel alsof je achterom kijkt. Er komt een samen zijn en er is iemand die jou gekwetst heeft. En iemand die dat heel goed weet. En iemand die daar heel erg veel spijt van heeft. Ik voel hier een weegschaal die volop in emotie zit. Emotionele maand, december. Misschien is er iemand in die maand overleden. Of is december op een andere manier speciaal voor jou. Los van de kerst en hè, de feestdagen. Maar wat hier ligt is dat je hebt eigenlijk niet meer zo'n interesse in je werk. Je doet het een beetje slappe hap. En dat bedoel ik niet vervelend, maar je verdiept je niet. Je doet het maar een beetje. En misschien dat je dat ook kan permitteren, want je kent het werk. Maar je aandacht is er niet. Je bent op je hoede. Ik zie een weegschaal die achterom kijkt. Achterom kijkt.
Iemand waarvan je bang bent dat die hij of zij, man of vrouw, jou een mes in de rug gaat steken. Dat ligt hier zo ongelooflijk duidelijk. Maar er is ook goed nieuws, want er is wel een viering. Dat kan ook slaan op de komende kerstdagen, waarin er iets moois ontstaat. Maar op dit moment, ik voel ook neurose, spanning, de schouders vastzetten. Je hele bovengestel zit vast. Je durft bijna geen adem te halen. Wat is dit, weegschaal? Er komt een emotionele uitbarsting en ik heb het gevoel dat jij dat zelf bent in je eigen kokonnetje. Omdat je gewoon je ergert, je irriteert en ergens geen invloed op hebt. Je hebt geen invloed, je voelt je machteloos. Je kan iets niet voor zijn omdat je niet weet wanneer die andere persoon gaat uithalen. En in welke vorm. Kijk nou, er zijn mensen die jou missen. Mensen missen jou. Mensen die vrienden, familie. Mensen die graag willen dat je aansluit. Ook bij de feestdagen. Er is een party op komst, een feestje. Ik denk toch dat het te maken heeft met Sinterklaas en Kerst. Er zijn mensen die jou er graag bij willen hebben. Maar op een of andere manier heb je zin om je terug te trekken. Je wil bij jezelf zijn, maar ook uit een soort angst. Lieve weegschaal, je mag je angst vervangen door vertrouwen. Want op het moment dat het gebeurt, gebeurt het toch. Je kunt het niet voor zijn. Dat is wat ik heel erg duidelijk intuïtief hier zie. Je kunt het toch niet voor zijn. Dus je kunt 10 dagen achterom gaan kijken en onder je dekbed blijven liggen, zodat het niet gebeurt. Nee, dan gebeurt het op dag 11, bij wijze van spreken. Je kunt het niet voor zijn. Het gaat onverwacht gebeuren. Iemand die iets doet bij jou wat je niet voor kunt zijn. En ik wil geen angst zaaien, maar het ligt hier wel heel duidelijk. Je bent bang. Je bent bang, je hebt zorgen over wat er gaat gebeuren. Kennelijk is er tussen jou en iemand anders iets voorgevallen wat nog absoluut een gevolg gaat hebben. Ja. Ah, er komt een samen zijn. Join us. Kan zijn dat je toch ingaat op iemand die jou uitnodigt om ergens bij te zijn. Ja, Sinterklaas mee vieren of gewoon een kopje koffie drinken. Maar in ieder geval mensen die heel erg op je rekenen. Mensen die graag willen dat je van de partij bent. Kijk nou eens. Speeding causes accidents. Je bent zo op je hoede. Je bent zo in je... Het lijkt wel alsof je te strak staat afgesteld in je lijf. Waardoor je met het omkijken in je neurose, omdat je op je hoede bent, kunt gaan struikelen of vallen. Of dat je tegen een muur aanloopt. Dat je je enorm gaat stoten met je hoofd of met je knieën. Of dat je ergens de bocht te ruim neemt of juist te krap. Je bent er niet bij, lieve weegschaal, je bent er niet bij. Het werk interesseert je niet, het werk interesseert je niet. Er is hier ook een leeg bureau. Kan zomaar zijn dat je alles in de la hebt gestopt of zo er vanaf hebt geveegd. Misschien ben je zelfstandige, ondernemer. Misschien denk je, ach, ik pak dat later wel weer op. Als ik me even boos maak, heb ik het zo weggewerkt. Maar je hebt iets met iemand wat spanning oplevert. En je weet nog niet hoe dat gaat aflopen. Maar je hebt wel het gevoel dat die ander, nou ja, laten we zeggen, toeslaat. Het geeft spanningen. Je nek zit vast. Let op, speeding causes accidents. Je bent er niet bij. Je gaat brokken maken omdat je slordig bent in je dagelijkse gang van zaken. Slordig in de zin van nonchalant, roekeloos. Je kunt zomaar ergens lopen en niet eens ook weten dat je die straat al hebt gewandeld. Maar het kan zomaar zijn dat je in het passeren van iemand raakt omdat je eigenlijk niks ziet. Maanlicht.
Wauw. Ben je misschien 51? Ik ga eens kijken wat het boekje zegt. Prachtig kaart. Maanlicht. Je intuïtie stelt je in staat om verder te kijken dan het alledaagse. De logica en het analytische. Luister ernaar. Het maanlicht wenkt. Kom en vertrouw erop dat je intuïtie je leidt naar plaatsen die niet logisch lijken. Je voorgevoel zegt je precies wat je moet doen. Geef geen gehoor aan wijsheden achteraf, want je waarneming is nu heel scherp. Dit heeft ook te maken met dat vertrouwen hebben. Het vertrouwen hebben in jezelf en het vertrouwen hebben dat je toch geen controle hebt over wat een ander doet. Die ander in het bijzondere geval waarin jij zit, met wie je te maken hebt, maar überhaupt met mensen. Je kunt het niet voor zijn. De enige die jij kunt beïnvloeden is jezelf. Je kunt zelf dingen sturen. Je kunt, ja, wat ik al zei, je kunt je huis in je huis opsluiten omdat je dan maar hoopt dat die ander niet toeslaat. Toeslaan is het klinkt heel erg van toeslaan. Maar het heeft zo letterlijk is het niet. Maar er is iemand die iets gaat doen. Misschien is het wel iemand die het contact met je wil verbreken. Waar je ongelooflijk bang voor bent. Dat je niet meer gezien en niet meer gehoord wordt door die persoon. De angst voor het verlies. Maar heb vertrouwen. Het geeft het ook aan hier in het boekje. Je weet het wel. Je weet het wel. Maar je laat je eigenlijk bedoen, regeren, controleren door de buitenkant, door omgeving. Maar zoek die veiligheid maar in jezelf. Dit is een goede tijd om orakelkaarten te gebruiken of andere methodes van waarzeggen om informatie te verkrijgen. Bedenk dat de taal van intuïtie een symbolische taal is. Het geeft je op subtiele wijze een voorgevoel. Een belletje, een helder geluid, een dier of een voorwerp dat je pad kruist. Spirit stuurt je boodschappen om je nu te helpen. Je hebt succes als je de tekens volgt. Omgekeerd betekent deze kaart, wanneer je te veel analyseert, kom je nergens. Hou op met over de dingen na te denken. Het staat hier wel heel stellig, maar het is wel een hele goede aanrader. Hou op met over dingen na te denken. Je kunt het toch niet voor zijn. Je leeft in het nu. Er is alleen maar nu. Wanneer je twee keer over alles nadenkt, kun je uitgeput raken en de boot missen. Ben je onzeker of je wel goede keuzes kunt maken? Doe een stapje terug en zet alles nog eens op een rij. En ga een relatie aan waarin je meer vertrouwen hebt in het leven dat je graag wilt leiden. Concentreer je niet alleen op wat je vindt dat je fout hebt gedaan. Hoe kun je leren dansen als je niet af en toe een verkeerde pas maakt? Op de door de maan verlichte paden kun je liefde ontdekken en de waarheid en hele mooie dingen. Je hoeft nergens bang voor te zijn, alleen voor de angst zelf. Speel, heb plezier, sta open en heb vertrouwen. Het zou zomaar kunnen zijn, dit is prachtig, luister het nog eens terug. Maanlicht, prachtig, prachtige wijsheid. Het heeft te maken met vertrouwen, want je kunt het niet voor zijn. Laat dingen maar gebeuren. En het zou ook kunnen zijn dat je denkt, ik ga zelf op die ander afstappen om het voor te zijn. Ja, je zit helemaal in een kramp. Je zit helemaal in een kramp, weegschaal. Wat is er aan de hand? Er is iets tussen jou en een ander persoon en je bent gewoon bang voor wat diegene gaat doen. Gaat diegene wraak nemen? Gaat diegene iets onder je? Het lijkt wel alsof het hier om een stoel gaat waar aan poten wordt gesneden. Dat ik het toch in verband breng met dat werk, met dat lege bureau. Iemand die misschien probeert om de poten onder je stoel vandaan te zagen. En dat je niet weet hoe je ermee om moet gaan. En dat je daardoor ook denkt, laat dat werk ook maar zitten. Waardoor je het eigenlijk automatisch al aan die ander geeft. Het kan een concurrent zijn.
Het kan iemand zijn die probeert om dominant te zijn. Iemand die probeert om jou iets af te nemen. Maar als je het dan door je emotie en uit angst al van tevoren weggeeft, dan ga je het dus niet aan en dan ben je het kwijt. En dan heeft die ander gewonnen. Ik hou niet van winnen en verliezen. Maar als het gaat om tussenpersonen. Maar er is hier iets waar je zo van in de stress zit. Omdat er nog stilte, maar het gaat wel gebeuren. Je weet niet wat die ander gaat doen en je wil het voor zijn. Maar je kiest voor op je hoede zijn. Vertrouw op jezelf. Vertrouw op jezelf. Het is wel heel pittig. Ik ga nog een wijsheid van het orakel erbij halen. Ja, er zijn mensen die graag willen dat je aansluit. Bij een feestje, bij eten, bij een terras. Misschien wel inderdaad de vieringen in december. Kijk nou eens. Je probeert het te onderdrukken door te fantaseren. Je probeert eigenlijk te duiken voor iets waarvan je niet weet wanneer het kan gebeuren. En daarom, je fantaseert erover. Ik heb ook het gevoel dat je het erger maakt. Maar je tegelijkertijd probeer je het ook te camoufleren. Je wil het uit de weg gaan, terwijl je weet, nee, het zal toch een keer komen. Ja, er ligt hier ook iets met tijd. Tijd. Je hoopt dat het overwaait, maar dat weet je niet. Je weet het niet. De vraag is of je niet gewoon het gevaar in zijn gezicht moet kijken. En gevaar tussen aanhalingstekens. Hetgene waar jij zo bang voor bent, daar gaat het om. Durf je hetgene waar je zo bang voor bent aan te kijken? Ja, ik heb het gevoel dat er hier een weegschaal is die aan alle kanten probeert om hetgeen waar je bang voor bent dat gaat gebeuren, te vermijden, te negeren. Maar ondertussen blijf je zelf in de stress zitten. Er is iemand die heeft ook spijt van een kwetsing. Ik heb het gevoel dat dat iemand anders is. Dat is iemand anders. Het lijkt wel alsof je met meerdere mensen te maken hebt, los van elkaar, waarmee je nog iets hebt, waarmee er nog frictie is of een misverstand. Het kan ook te maken hebben met een stilte die niet lekker voelt. Je hebt nog wat op te ruimen, lijkt het. Ik ga heel even de fantasie voorlezen. Ja, je bent ergens in een... Je wil jezelf het... hoe zeg ik dat nou? Je probeert te duiken in het niet realistisch zijn, omdat je eigenlijk de pijn ook wil vermijden. Van wat gaat er nou gebeuren? Maar wat kan jou nou gebeuren, lieve weegschaal? Probeer het gewoon aan te kijken. Fantasie. De wezenlijke betekenissen. Fantasie omzetten in werkelijkheid. Creatieve gedachten. Visualiseren. De kracht om je verbeelding en je gevoelens op één lijn te stellen. Wie wil je graag zijn? Waar moet je in geloven om het leven te krijgen dat je wilt? Je hebt de gave van verbeeldingskracht gekregen. Als je erover kunt dromen, kun je het ook maken. Dit is het moment dat je fantasie de sleutel is om het leven te manifesteren dat je graag wilt. Besteed tijd aan dagdromen. Maak een moodboard waarop de dingen staan die je graag wilt. Je doelen. Of mediteer. Laat je creativiteit de vrije loop, zodat duidelijk wordt wat je graag wilt. Laat je gevoel vervolgens samengaan met je inspiratie en verbeeld je dat alles nu werkelijkheid wordt. Herhaal dit. Je verbeelding wordt je overtuiging en je zult zien dat het spoedig werkelijkheid wordt. Als bij een wonder. Wauw, dit is een prachtige wijsheid.
Dit is een prachtige wijsheid, maar op een of andere manier durf je de realiteit niet aan. Wat er ook gebeurt op dit moment in die decembermaand en vanaf het moment dat je deze reading ziet of waar je al in zit, er is hier een weegschaal die op een of andere manier de realiteit wil mijden. Je wil eruit wegkomen, je wil dat er iets waar je mee zit, iemand die jou triggert, iemand waarvan je denkt dat diegene nog met jou een appeltje gaat schillen of niet leuk gaat reageren op iets wat je gedaan hebt, wat je gezegd hebt. Je probeert er eigenlijk aan te ontkomen, maar in de tussentijd heb je wel die zenuwen. Ik heb het gevoel dat er een weegschaal is die probeert het ook niet open te gooien, niet te benoemen, niet eerlijk te zijn over de angst die eronder zit. Join us. Ja, het zou mooi zijn dat je eventjes lekker de afleiding zoekt in iets luchtigs, zodat je de wereld weer op een andere manier kan bekijken. Je zit zo zwaar in je eigen gedachten dat je niet meer kunt relativeren. Want de soep wordt niet zo heet gegeten. Je bereidt je voor op het ergste, terwijl het hoeft helemaal niet zo erg te zijn uiteindelijk. Nou, lieve weegschaal. Succes!